C47 die heeft er hedenmiddag een assemblee van de arbeid gehouden, waar zij aan de aanwezigen dan ook een presentatie hebben gehouden over de in te voeren BTW door deze regering. De impact die BTW zal hebben op met name de arbeidende klasse, maar ook producten in de winkels, diensten. Daarover is de presentatie gegaan. Maar waarover zij het ook vooral hebben gehad, is dan ook de huidige situatie in het land, van acties, van problemen in het land, problemen waarmee ook de arbeidende klasse zitten, want vanwege de vele zaken die nu doorgevoerd zijn door de regering, is het heel erg moeilijk voor de arbeidende klassen om het hoofd boven water te houden. Al deze zaken zijn dan ook naar voren gebracht tijdens de assemblee van de arbeid. Het zijn er verschillende sprekers geweest, waaronder ook de vakbondsleider Dwarka. En we brengen u naar dat verslag van de heer Dwarka. Vanaf het eerste begin hebben we de regering erop aangewezen van wat de situatie is in het land. We hebben moeilijke tijden als werkers gekend in de afgelopen periode. Hoe gastraat u fit wel nog fit? En wanneer u op basis van uw beloftes, op basis van wat u het kiezersvolk heeft voorgehouden, mandaat heeft gehad, dat u dat werkelijk invulling zal moeten geven aan die zaken. En ik moet zeggen, na 2 jaren, wanneer we de balans opmaken, dan is dat teleurstellend, ja. En wij benaderen zaken rationeel en zakelijk. En wanneer wij de ontwikkelingen van de afgelopen dagen zien, dames en heren, broeders, collega's, dan is het niet vanuit de lucht komen vallen. Er zijn verschillende momenten geweest in overleg met de regering waarbij wij, die te midden staan van het volk, deze regering, erop hebben gewezen van de groeiende en opborrelende ontevredenheid in de samenleving. Wanneer we te maken hebben gehad met enorme inflaties, 2020 meer dan 60%, 2021 ook meer dan 60%. We zijn geconfronteerd geweest met een maandinflatie over de maand juni van 9,1%. Dat is niemals, dames en heren. Onmogelijk leiders, subleiders voor Command Usabi, dat wat dat betekent, zo'n impact op is dat Abi Tapakokra voor Command. En we zien dat de regering voert een programma uit naar de IMF met allerlei lasten, kosten, verhogende maatregelen. En we hebben gezegd de regering om die lasten, die verhogingen te temporiseren, een aantal zelfs aan te houden. Twee paar maanden geleden heeft SBM de tarieven verhoogd. Ik heb van de maand de verhoogde tarieven betaald. En dames en heren, anodemals. We hebben enige tijd geleden de verhoogde EBS-tarieven moeten betalen. En dat is niet met een paar procenten geweest, maar heel fors, heel rigoureus. Maar uiteindelijk denken de vatakeren nou, hoe heb je een offer dat komt? Over offers gesproken, dames en heren, en dat is een van die dingen die de ontevredenheid in de samenleving aanwakkert, is dat je erin de mabetakitak in het dubbeltje offers komt. En een volk, nobofiering als zodanig, maar het is omgekeerd het geval. Het is de kleine man die de meeste offers brengt en het grootste gelag betaalt, maar aan de top. Dus, hoe zie je de verhogingen dat die in de gesprekken, hoe actieregering om bijvoorbeeld de verdere verhoging van de EBS-tarieven per 1 juli om dat aan te houden. Overigens is het per 1 juli ingegaan, het is niet aangehouden. De mensen krijgen nu de verhoogde rekeningen thuis van EBS. En de regering heeft gekozen om een crisisteam in het leven te roepen, om zich te buigen over
de tarieven van EBS en zeg maar een uitspraak te doen over het rapport van Ernst & Young, welke EBS heeft geëvalueerd en de zaken daar heeft bekeken en de aanbevelingen heeft gedaan. De zaak bij EBS die waarover het niet positief voor huis kan worden geschreven, dat kennen, denk aan verspilling, aan inefficiëntie, maar ook qua corruptie om die dingen aan te pakken alvorens je die verder verhogingen doorvoert. We hebben gezien dat dat in de wind is geslagen. We zitten nu met mensen op straat en laat me dit ervan zeggen dat wie Lipvakcentraal CC referte Wienersap een juiste agenda voor alle demanden staat in de straat. Maar wat wij wel weten, dat er legitieme gronden zijn. De ontevredenheid die op straat is, de meeste mensen, dat mij pinaya. Als je een paar duizend, 3.000, 4.000 verdient en een gezin te verzorgen hebt, met al deze verhogingen, met al die inflatie die op ons afkomen, dat we normaal. En daarover hebben we vloeken. Maar wat vraagstuk waarover Miwan wat takkie. Dat terwijl dit allemaal zich voltrekt en plaatsvindt, dat er mensen en groepen zijn in deze samenleving die een heel gevaarlijk snaar aan het bespelen zijn. En dat na een pissie voor etniciteit. De raciale tegenstellingen en sentimenten worden aangewakkerd in deze samenleving. En wie Lipvak Centrale C47 weer Mikkelschrift ernstig zorgen over pistici. En van hieruit willen we natuurlijk het ieder oproepen om daar waakzaam over te zijn. En onder geen enkel beding eraan mee te werken dat wij die in een multi-etnische culturele samenleving op een harmonieuze wijze in deze samenleving wonen, dat die harmonie wordt verstoord. Of het de regering is, of er politieke partijen zijn, of er individuen zijn die zich hieraan schuldig maken, wij veroordelen dat ten stelligste, dames en heren. En we roepen ze op om dat niet te doen. We hebben gezien dat de president op de radio uitspraken heeft gedaan alsof dat het niet Hindustanen zijn die hem niet lusten als president. Hij is op de eerste plaats Suriname. We kennen geen Hindustan of Creole of wat dan ook als president. En wij beoordelen als vakcentrale regeerders en presidenten op basis van hun daden. En niet op basis van hun etnische afkomst. Dat moet duidelijk zijn. En tot ik kreeg schrijven dat niet elke Hindustan een VHP'er is. Dat moest duidelijk. En niet elke VHP'er een Hindustan is. Dat moet duidelijk zijn. De VHP heeft bij de afgelopen verkiezingen 20 zetels behaald. En die 20 zetels zouden niet alleen maar mogelijk zijn met Hindustanen. En koning Horaspot moet letterlijk van Mitaki tak anohala Hindustani naar VHP'er en omgekeerd. Dus mensen, laten we voorzichtig zijn met C47. Laten we daarmee. Dat is het minst wat we nu op dit moment in deze samenleving kunnen hebben. Verstoring van die rust, van die harmonie die we hebben. Wat wij in C47, onderlijk vakbond, onder kan gedijen in wat klimaat, bidden wij in wakker de tegenstellingen dat aan.